Dag Thomas. Goeiedag. Bij het lezen van de jurisprudentie dit weekend kwam ik eigenlijk een uitspraak van het Europese Hof van Justitie tegen. En ik dacht, die is misschien wel op mij van toepassing. Ik had de indruk dat de keuzeregeling sneuvelt. En met name, je kent mijn situatie, ik woon in België. Ik werk in Nederland. En als gevolg van dat ik spaargeld heb wat niet rendeert, maar wat de Nederlandse fiscus tegen 4% rente laat maken, en nu zelfs eventueel nog meer, voldoe ik niet meer om aan de hypotheekrente een afslag te komen, want ik verdien niet meer dan 90% van mijn inkomen in Nederland. En nu ligt er een uitspraak waar ik de indruk heb dat die casus anders is en dat die 90% regeling is vervallen. Ja, nou dat is een hele interessante uitspraak was dat. Die zag nog op de oude keuzeregeling. Maar het Europese Hof heeft daar wel iets interessants gezegd. Nederland gaat er altijd, of is er altijd vanuit gegaan dat ze pas iets hoeft te doen als 90% van je inkomen in Nederland wordt belast. Dat is eigenlijk niet het uitgangspunt waar je mee moet beginnen volgens het Europese Hof. Het Hof heeft gezegd, je moet eerst kijken naar het land waar je woont. En als het land waar je woont jouw tegemoetkomingen kan geven, zoals een hypotheekrenteaftrek, prima, dan krijg je daar, hoeft Nederland niks te doen. Dus dan zou dat in dit geval België zijn geweest. Maar als het zo is dat je in je woonland je niet de aftrek kan krijgen omdat je inkomen daar te laag is, dan is het aan het werkland om jou die tegemoetkomingen te geven. Dus waar Nederland zegt 90% aan ons hoeven wij niet te doen, dat gaat veel te ver, omdat het best zo kan zijn dat je gewoon in je woonland in een andere situatie je aftrekposten niet kan realiseren. En dan moet gewoon Nederland volgens deze uitspraak wel iets doen. Dus dat wil zeggen dat die 90% criterium waar Nederland nu alles aan hangt, niet per definitie het goede uitgangspunt is. Oké, want mijn werkgever die wil me naar Engeland gaan sturen. En dat ik dan nog steeds in Nederland op de payroll sta. Nou, ik dacht, dat was zelfs bij de keuzeregeling was dat al helemaal dat ik daar niet voor een aanmerking zou komen. Nee. Want dan moest ik mijn hypotheekrente verrekenen met mijn buitenlands inkomen. Ja, maar nu ga ik binnenkort voor de helft van mijn tijd in Engeland werken en de helft van mijn tijd in Nederland. Ja. En deze uitspraak zou daar dan wel op staan. Absoluut, absoluut. Want wat even onder dat uitgangspunt. Je woont in België, maar je kunt je aftrekposten daar niet realiseren. Dus in principe moet het werkland dat doen. Nu, als je in Nederland en Engeland gaat werken, dan voldoe je dus nooit aan het 90% criterium, want het is qua inkomen verdeeld tussen helft Nederland, helft Engeland. Dan is de vraag, wat moet je doen? En daar heeft het Hof nu ook weer iets over gezegd. En die heeft gezegd, ook al doe je niet aan die 90% in Nederland, Nederland is wel de werkstaat. Je kan woonland niks realiseren. Nou, dus dan moet Nederland wel een tegemoetkoming en een hypotheekrenteaftrek gaan geven. Ze zeggen dan wel, Oké, omdat je een ander deel van je inkomen in Engeland haalt, daar mag Nederland rekening mee houden. Dus je moet in de verhouding tussen wat in Nederland mag worden belast aan arbeidsinkomen en wat in Engeland mag worden belast in arbeidsinkomen, in die verhouding moet Nederlandse hypotheekrenteaftrek geven. Dus stel in jouw voorbeeld, je verdient de helft in Engeland en de helft in Nederland, moet Nederland feitelijk de helft van de hypotheekrenteaftrek geven, omdat de helft van het inkomen in Nederland wordt verdiend. En dat, of dat je dan voldoet aan de 90% eis voor je inkomen, totaal, maakt daar geen verschil voor. Dat is op zich wel een bijzondere uitspraak, maar die uitspraak zorgt feiten voor dat de spaarrekening en overinkomsten niet meer relevant zijn. Minder relevant. Wat Nederland altijd heel gek doet, is jouw voorbeeld van box 3. Ja. Waar Nederland een fictief inkomen van 4% of nu gedifferentieerd in verschillende percentages toepast. Dat is eigenlijk geen goed uitgangspunt, omdat je moet gaan kijken, wat wordt er nou echt in dat woonland belast? En als dat woonland niet of weinig heft over bepaald inkomen, bijvoorbeeld je spaargeld, omdat je feitelijk niks spaart, want de banken geven niks, dan kun je dus niet je aftrekposten realiseren. En dus zou Nederland veel sneller een tegemoetkoming moeten geven. Dat maakt echt een groot verschil. En Nederland kijkt puur nu naar zichzelf, maar Nederland zou eigenlijk naar het andere land eerst moeten kijken. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen is, als Nederland zijnde, van vraag de belastingaangifte op van het land waar die persoon woont. En kijken naar of dat hij genoeg belastbaar inkomen heeft om zijn aftrekposten daar te krijgen. En is dat niet zo, ja, dan is Nederland aan zet. Dan moeten ze gewoon tegemoetkomingen geven. Dus als het woonland jou niet helpt bij geen woningaftrek kent, dan kan ik in mijn werkland Nederland gewoon terecht.
als je inderdaad door te weinig inkomen in je woonland geen rente af, of woningaftrek of wat dan ook krijgt, een persoonlijke tegemoetkoming, dan is Nederland aan zet. Nou, dat is naar mijn mening, de hele regeling is daarmee een serieuze deuk opgelopen. Dat is een hele flinke deuk erin. En het basisuitgangspunt wat Nederland gewoon hierin toepast, is gewoon niet goed. En dan ontstaat eigenlijk voor heel veel mensen weer gewoon recht op hypotheekrenteaftrek. Veel meer dan dat nu het geval is. En vanaf welk jaar kan ik dat nu gaan vergelden? Dat is een punt altijd met Europees recht. De Hoge Raad gaat er nu een uitspraak over doen. Maar feitelijk kun je er vanaf nu en alles wat open staat, kun je er een beroep op doen. Dus ook mijn reeds ingediende aangifte waar ik nog geen aanslag voor gekregen heb, kan ik ook gewoon... Juist. Ook al heb ik toen gedacht van ik kwalificeer niet, want ik voldoen niet aan mijn 90% criterium. Daar kan ik nu uiteindelijk wel de hypotheekrenteaftrek gaan claimen. Daar kun je gaan kijken hoe je situatie inderdaad is. En als je gewoon onder die nieuwe uitspraak van het Europees Hof valt, dan kun je alsnog daar een beroep doen op Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Nou, dat is in ieder geval huiswerk. Dan ga ik weer alles opnieuw uitrekenen. Ja, het is een sommetje, maar het is vaak wel de moeite waard.